In delen van Brabant kennen ze Verooyen vooral van het plakken van dit soort posters. Dit vind ik de mooiste. In zijn boerderij ligt een lading nieuwe aanplakbiljetten, verkiezingsposters. Dat is toch een prachtig plaatje, hè? Stemmen op die partij kan straks ook in een beperkt aantal Brabantse gemeenten. Woudrichem is zeker, Werkendam is zeker. Maar we zitten ook in Den Bosch, in Oosterhout, Etten-Leur. En misschien komen er meer plaatsen bij. De lokale programma's van de partij worden een afgeleide van de grondbeginselen van Jezus leeft. Alleen plaatselijk moet je natuurlijk uitzien te vogelen wat er speelt. En dat moet de lijsttrekker zelf doen. Volgens de evangelist is er veel kritiek. Die zijn laaiend. Op zijn Jezus leeft. Ze vinden het schandalig en weer een christelijke, zogenaamd christelijke partij. Nou, SGP en CU en de CDA mensen die zijn helemaal niet blij met dit initiatief. Ik zou zeggen, ja, dat is vreemd, want hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Wordt het een one-issue-partij of heb je echt iets? Nee, we hebben echt iets. Als je een rechtvaardige maatschappij wil doen, dan kun je heel wat veranderen in Nederland. En daar gaan we voor. Voor rechtvaardigheid en liefde. In tegenstelling tot orthodoxe christelijke partijen gaat bij Verooyen het leven, ook op zondag, gewoon door. Gebod helpt niet. Je kunt mensen zeggen, als ze iets moeten doen, doen ze toch niet. Winkels open op zondag, mag sporten ook? Absoluut. Geen enkel probleem mee. En mochten er toch vragen en problemen zijn? De Bijbel heeft op elke vraag een antwoord. Dan is een dik naslagwerk voorhanden voor de nieuwe politieke partij Jezus leeft.